Dit is een Jota trainingsvorm, genaamd Dumblex. Voor alle kracht- en conditietraining is het gebruik van dumbbells erg belangrijk. In veel sporten is het werken met kleine gewichten essentieel. De voordelen van kleine gewichten is dat je meer herhalingen kan maken voor een betere conditie en bouw je duurkracht op. Het trainen met gewichten is niet leeftijdsgebonden en is sterk aan te bevelen voor iedereen. Een van de belangrijkste zaken is dat de gewichten niet optimaal belast worden. Overnieuw. Een van de belangrijkste zaken is dat de gewrichten niet optimaal belast worden en daardoor de pezen niet overbelast. Krachttraining is noodzakelijk bij het ouder worden voor persoonlijke mobiliteit, stabiliteit en balans. Tijdens de diverse trainingen ga ik op de verschillende mogelijkheden van je lichaam in combinatie met de taken van je geest in. Oefenen geeft je buiten fysieke ook mentale kracht. Door discipline kan je, ongeacht je lichaamstype, bijna alles bereiken wat je wilt. Bekijk de filmpjes en leer hoe je de oefeningen moet doen. Wel adviseer ik je om ook gebruik te maken van de ervaring en de kennis van de personal gids. Overnieuw. Wel adviseer ik je om ook gebruik te maken van de ervaring en kennis van de personal gids. Om zo optimaal mogelijk te kunnen presteren. Dit kan met de VCR-methode of een min of meer live gesprek via een van de sociale media als bijvoorbeeld WhatsApp, WeChat en zo. Oefen verstandig en blijf altijd volhouden. En luister als ondersteuning ook naar de podcasten die ik op deze website heb neergezet. Dit is een Jota trainingsvorm, genaamd Dumblex. Voor alle kracht- en conditietraining is het gebruik van dumbbells erg belangrijk. In veel sporten is het werken met kleine gewichten essentieel. De voordelen van kleine gewichten is dat je meer herhalingen kan maken voor een betere conditie en bouw je duurkracht op. Het trainen met gewichten
is niet leeftijdsgebonden en is sterk aan te bevelen voor iedereen. Een van de belangrijkste zaken is dat de gewichten niet optimaal belast worden. Overnieuw. Een van de belangrijkste zaken is dat de gewrichten niet optimaal belast worden en daardoor de pezen niet overbelast. Krachttraining is noodzakelijk bij het ouder worden voor persoonlijke mobiliteit, stabiliteit en balans. Tijdens de diverse trainingen ga ik op de verschillende mogelijkheden van je lichaam in combinatie met de taken van je geest in. Oefenen geeft je buiten fysieke ook mentale kracht. Door discipline kan je, ongeacht je lichaamstype, bijna alles bereiken wat je wilt. Bekijk de filmpjes en leer hoe je de oefeningen moet doen. Wel adviseer ik je om ook gebruik te maken van de ervaring en de kennis van de personal gids. Overnieuw. Wel adviseer ik je om ook gebruik te maken van de ervaring en kennis van de personal gids, om zo optimaal mogelijk te kunnen presteren. Dit kan met de VCR-methode of een min of meer live gesprek via een van de sociale media, als bijvoorbeeld WhatsApp, WeChat en zo. Oefen verstandig en blijf altijd volhouden. En luister als ondersteuning ook naar de podcasten die ik op deze website heb neergezet.